nu ga ik even het Gents volkstoneel, het is misschien niet nodig, maar toch voorstellen. Waar ontstaan de meeste verenigingen? Aan de cafeto. Een groep enthousiasten, toneelliefhebbers, legde de basis. Intussen spreken we van een van de meest prominente toneelverenigingen van de streek. Intussen staan ze al 25 jaar als amateurgezelschap, hoewel ze hebben een bijna professionele reputatie opgebouwd, zeker met de eigen theaterzaal. Ze zijn gestart met de ontvoering van de president en een limonadefabriek. Hierna volgden nog 58 producties. Denk maar aan één vlog over het koekoeksnest, het gezin van Pamel, het proces Zinkseval, Dracula en de middernachtzomerdroom. Met Le Bal Flamand werd het jubileumjaar gevierd. Zo'n 70-tal acteurs en nog eens zoveel ondersteunende leden in de loop van die jaren minstens 8.700 vrijwilligers. Café-theater, culinaire voorstellingen, een eigen orkestje, constant vernieuwen, een jubeljaar dat de nominatie verdient.